Je hebt mensen die stellen vragen. Je hebt mensen die stellen lastige vragen. En je hebt Jan. Hallo mensen, welkom. Leuk dat jullie kijken. Mijn naam is Mike. En in deze video, u raadt het al, gaan we het hebben over een vraag van Jan. Jan stuurt mij een e-mailtje. En die zegt, beste Mike, ik kan al je video's bekijken. Ik kan alle boeken lezen. Ik ga naar allemaal mensen luisteren. En die kunnen me allemaal vertellen hoe je een slidertje van links naar rechts moet doen en hoe je een filtertje moet gebruiken en wat er dan gebeurt. Hij zegt, maar ik kan nergens vinden hoe je nou bepaalt welk filtertje je gebruikt of welke slider je gebruikt. Of hij zegt, nergens staat het hoe. Wel het wat, maar nergens staat hoe ik dat moet doen. Hoe bepaal ik wat ik moet doen met een foto? En dat is een hartstikke lastige vraag, Jan. En dat is een hartstikke goede vraag dus. En ik heb al 10 keer een poging gedaan om er een video van te maken in de laatste paar uurtjes. En nou, ik hoop dat het deze keer lukt. We zullen het zien. Ik ga het proberen uit te leggen. En ik begin met de uitleg. Ja, misschien klinkt het heel banaal. Maar een foto is natuurlijk een communicatiemiddel. Een foto moet communiceren. Hè? Een foto moet iets vertellen over wat jij van de wereld vindt. Of van, in dit geval, de Hoge Veluwe. Of van een vlinder die op een tak zit. Of een straatfoto. Die vertelt iets over een meneer die bijna valt. Of die naar een andere vrouw zit te kijken. Of noem maar op. Een foto moet communiceren. En hoe beter een foto communiceert, hoe beter de foto is. Ik denk dat we daar wel over eens kunnen zijn. Als een foto niet communiceert, als die niks vertelt, ja, dan is het een saaie foto. En dan is het niks. Dan heb je er niet zoveel aan, zeg maar. En ik ben in de overtuiging dat Lightroom al die sliders hier heeft. En die kunnen allemaal, er staan allemaal termen bij. Belichting, contrast, hooglichten, schaduwen. Nou, die kennen we inmiddels allemaal. Maar eigenlijk zijn dit allemaal middeltjes om te communiceren. Dit zijn allemaal communicatiemiddeltjes. We leven in een wereld vol communicatie met satellieten en telefoons. Mobiele telefoons, computers, noem maar op. We communiceren ons helemaal suf. En vergeten misschien soms wel dat foto's ook een heel krachtig wapen zijn om te communiceren. Ik bedoel, we fotograferen ons aan de andere kant helemaal blauw. Want wie heeft er nou niet een digitaal toestel of een mobieltje of een spiegelreflexcamera? Dat doen we allemaal. En Lightroom kan je in dit geval helpen om die communicatie te optimaliseren en te personaliseren. Want we kunnen de camera laten bepalen Wat we willen communiceren, door er een JPEG van te maken. Dan bepaalt de camera eigenlijk wat je wilt vertellen. En Lightroom stelt je in staat, als je met RAW werkt vooral, om je eigen verhaal te vertellen, om je eigenheid in die foto te leggen. Als je naar alle goede fotografen kijkt van dit moment en van de laatste eeuw, zeg maar, dan zijn het allemaal mensen met een hele uitgesproken stijl van fotografie. Er zitten weinig mensen bij die gewoon plaatjes maken zoals jij en ik dat doen, zeg maar. Dus op de een of andere manier, en je kunt ze mooi vinden of niet, zijn ze heel sterk in communiceren. En daar gaat Lightroom denk ik ook over. En daar gaan de sliders over en daar gaan de filters over. Dus we gaan dat eens even bekijken hoe dat in zijn werk gaat. Deze foto heb ik gemaakt op 8 oktober 2014, 's morgens om 8 uur op de Hoge Veluwe. Tussen Arnhem en Schaarsbergen ergens, of de hoogte van Schaarsbergen, denk ik, langs de A50. En wat wil ik nou laten zien in deze foto? Wat wil ik nu communiceren? Nou, ik wil in ieder geval communiceren dat ik daar 's morgens vroeg was, dat het een knalblauwe lucht was, een prachtige zonsopgang, en dat ik die bomen ook zo mooi eruit vind springen. Dat grafische van die bomen, hè, die takken en die stekeltjes, dat zie je eraan. En ik heb een hele lange sluitertijd gebruikt op F32, belachelijk dichtgeknepen diafragma. Hele lage ISO-waarde, dat heb ik gedaan om een lange sluitertijd te bereiken, waardoor die wolken heel soft worden. Waardoor dat allemaal mooi afsteekt tegen dat grafische van die bomen. Dus dat wil ik communiceren. De zachtheid van de lucht, de kleuren van de lucht, die knallen dan weer. En het grafische, zo zeg ik het goed, van de bomen. Dus dat is eigenlijk de opdracht in deze. Het voorwerk is gedaan door de camera en door mij. En ik begin in mijn ontwikkelruimte. En dan ga ik altijd natuurlijk even naar mijn lenscorrecties. Die
Die loop ik altijd door, ongeacht wat voor foto, ongeacht wat ik wil communiceren. Heb ik nu gedaan. Dan ga ik naar mijn standaard paneel. En als eerste ga ik naar mijn witbalans. Klik ik even aan, kies een vlakje uit. De witbalans staat nu op 6300. Kies een mooi neutraal vlakje uit, zoals gezegd. En de witbalans gaat naar 5500. Hij is een stap naar links gegaan, naar het blauwe. En dit is ook meteen mijn eerste, ja, noem het maar emotionele slider. Want maak ik een foto blauw, dan wordt die kil. Het wordt steeds vroeger, ziet u. Het wordt steeds kouder. Het wordt bijna winter. Maar ik kan er ook een zomeravond van maken, bijvoorbeeld. Als ik hem helemaal naar het gele toe breng. Dit zou het eind van de zomerse avond kunnen zijn. Het komt niet overeen met de kleuren, maar voor de rest kom ik aardig in de buurt. Dus de witbalans is al een manier om te communiceren. Dus als ik wil communiceren dat ik een frisse oktoberochtend, dat het een frisse oktoberochtend was, dan moet ik dus deze witbalans hebben. En niet helemaal naar rechts in het geel, want dan communiceer ik verkeerd. Dus ik laat mij leiden door mijn emotie, door mijn communicatie, door wat ik wil vertellen. En dat hou ik gewoon deze volgorde aan. Dus dat is dan het hoe. Deze volgorde aanhouden. En de belichting van de foto is goed, dus daar kom ik gewoon niet aan. De contrasten in principe ook, kom ik ook even niet aan. Wat ik dan weer ga doen, dat is meer het wat. Dat is de hooglichten eruit halen. Nou, dat klopt. Dat werkt mooi. Dan voer ik altijd de schaduwen op. En dan zie ik in één keer dat die hele voorgrond hier duidelijk in beeld komt. Maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Dat wil ik niet communiceren. Dit is niet onderdeel van mijn strategisch plan, zeg maar. Maar ik ga even verder zoals ik dat altijd doe. Ik druk de shift-toets in. Dubbelklik op witte tinten. Dubbelklik op zwarte tinten. Dan hou ik dit over. Nou, daar ben ik niet blij mee. Dit is niet wat ik wil communiceren, heb ik net verteld. Dus ik zet deze weer even terug. De witte en de zwarte. En ook de schaduwen. Want ik wil dit toch echt wel redelijk donker houden. Ik kan hem ietsje opvoeren dat hij ietsje duidelijker wordt. Dat mag wel. Zo, laten we zeggen tot zo'n 20. Dan ga ik eens even naar de witte tinten kijken. Zie je, dan gaat mijn lucht wel mooi mee. Die wordt lekker helder. Dat wil ik wel. Dit blijft redelijk, ja, onzichtbaar, zeg maar. Ik kan er nog wat zwarte tinten in gooien, maar niet te veel. Dan wordt het al snel te donker natuurlijk. Dat is ook logisch, want ik heb de schaduwen niet opgevoerd. Dus die laat ik zo staan. Nou, dan ben ik over mijn algehele beeld, wat ik hier zie, ben ik tevreden. Ik denk de algehele tinten zijn mooi. Ik wil echter nog een paar lokale, ja, communicatiemiddelen aangrijpen. En dat zijn mijn filters. Mijn gegradueerd filter, mijn radiaal filter en mijn aanpassingsperceel. En als ik er even op eentje klik, al deze opties heb ik nu tot mijn beschikking. Maar dat heb ik ook met het radiaal filter en dat heb ik ook met het gegradueerd filter. Dus die opties, die communicatiemiddelen, zeg maar, die zijn allemaal hetzelfde. Het verschil in de filters zit hem puur in wat kan ik selecteren en hoe selecteer ik dat. Nou, ik wil nu de lucht selecteren. Dus dan is dat gegradueerde filter hartstikke makkelijk, want mijn horizon is redelijk recht. Dus ik trek hem naar beneden, druk even shift in, dan blijft hij mooi recht zo. Hups, en ik heb de lucht nu geselecteerd. Nou, wat wil ik in die lucht laten zien? Nou, ik wil laten zien dat hij nog wel wat knisperiger is. Dus ik gooi er wat helderheid in. Oh, dat zijn de schaduwen, die moest ik niet hebben. Helderheid zat er net onder. Kijk, daar komt hij al. Maar nou wordt hij wat te licht. Dus ik ga er dus wat contrast in gooien. Wordt hij wat donkerder, zie je? Dus dan knalt hij lekker. En zo ziet het er 's morgens ook uit. Hè? Het is echt dat knalt van je welste. Dat blauw en dat oranje. Nou, dat wil ik laten zien. En dan gaat het er niet om wat jullie daarvan vinden. Met alle respect. Maar wat ik wil laten zien aan jullie. En de volgende communicatie wat ik wil doen is dat ik die bomen wil laten zien. Ik wil laten zien hoe grafisch die eigenlijk zijn. Hoe stekelig en, hè, dat soort dingen. Nou, daar pak ik natuurlijk mijn penseeltje voor. Want die bomen die zijn niet rond, die zijn niet recht. Die gaan alle kanten op. Dus dat kan ik met een penseeltje mooi selecteren. En ook daar wil ik de helderheid en de scherpte vooral. Hè, want ik ga dat lokaal verscherpen. En de helderheid wil ik ook erin zetten. Zo. Dan ga ik daar eens even overheen. Dan heb ik nog niet helemaal bereikt wat ik wil. Deze boom doe ik ook. Als ik eens even wat schaduw ga opvoeren, kijk. Nu wordt het in één keer duidelijk. Nu worden ze in één keer, hier werken die schaduwen wel, hè. Hier kan ik dat wel laten zien. En dit blijft eigenlijk achter. Dus ik
heb nu laten zien, door middel van het instellen van die sliders, dat ik wil communiceren dat die boom, zeg maar, ja, heel stekelig en allemaal uit takjes bestaat en zo. En grafisch gezien heel sterk is. Dan heb ik hier die voorgrond nog. Maar die voorgrond vind ik wel prima zo. Daar ga ik niks aan doen. Die ga ik niet verscherpen, niet donkerder of lichter maken. Dan is dit eigenlijk wat ik wil communiceren. Druk even op mijn backslash toets. Hier begon ik mee. Dit is wat ik ervan gemaakt heb. Als ik deze foto naar 100 andere mensen stuur, krijg je 100 andere bewerkingen te zien. En dat zijn hun 100 bewerkingen. Dus er is geen vast recept, maar dat is de manier waarop ik bepaal wat ik wil communiceren. Ik ga even naar mijn bibliotheek en dan gaan we even naar de volgende foto. Dat is deze. Deze heb ik gemaakt 12 oktober, 's morgens om 7:30. Een andere dag. En het was enorm mistig. Het was daar vlakbij. En wat ik wil laten zien hier zijn de waterdruppeltjes. Het feit dat het knalmistig was. Maar dat geeft me ook de mogelijkheid om te laten zien dat dit ook zo mooi grafisch is. Ik ben daar wel gek op, zoals je ziet. In ieder geval in die periode was dat zo. Dus ik begin weer even snel bij mijn lenscorrecties. Ja, want dat heeft niks met communicatie te maken. Dat heeft gewoon met technische dingetjes te maken. En dan ga ik naar mijn standaardpaneel. Ik begin weer met de witbalans. Pak weer even een mooi neutraal kleur. Wow, kijk eens aan. Dat is een enorm verschil. Ik ga in één keer naar 1600. En dat kan wel kloppen, want het was... We hadden gezien, hoe laat was het? Even zien. Het was 7:30, 7:45. Ik kijk niet goed. 7:30. En ja, dan is het toch al een beetje zonneschijn. En dit is inderdaad ook een beetje die rood-bruine kleur. Het was niet zwart-wit. Maar ik wil eigenlijk dat grafische wat meer versterken. Dus ik zit er toch aan te denken om naar het zwart-wit te gaan. Ja, dat haalt mij meer bij die kleur weg. Want anders ga ik naar de kleur kijken. En dat wil ik eigenlijk niet. Ik wil meer de kleur, zeg maar, eruit filteren en de nadruk leggen op de vormen die je ziet. De stengeltjes en de sprietjes en de dingetjes en zo. Ik haal deze eventjes weg, want die stoort mij. Die komt zo half het beeld in. Zo. Ja, keurig weg. Sluiten. En dan ga ik gewoon weer hetzelfde doen. De belichting is goed. Ik haal de hooglichten eruit. Voer de schaduwen op. Wow. Ik krijg nou erg veel te zien hier. Ik weet niet of ik daar helemaal happy mee ben. Shift-toets ingedrukt. Dubbelklik op wit. En op zwart. Kijk aan. En dan denk ik, ja, dit is niet helemaal wat ik wil. Ik wil dat het verschil tussen wit en zwart groter wordt. Dat wit vind ik wel mooi, dat knallende. Maar dan moet ik dit nog zwarter maken. Dus ik ben op zich blij met het wit en het algehele beeld. Alleen ik wil dat het verschil groter wordt. Dan kan ik dit met een kwastje doen. Dat is natuurlijk allemaal lastig. En moet, hè. Het is ook niet rond, dus ik pak weer mijn gegradueerd filter in dit geval. Hartstikke handig. Ik zet alles even op 0. En ik ga van daar, zo. Druk even op shift, dan gaat hij mooi recht staan. Zo. Dan ga ik eens even kijken. Ik haal de hooglichten eruit. Wordt al beter, ziet u. De schaduw kan ik er eens even... Oh, kijk. Kijk. Dat spreekt mij zeer aan. Wat contrast erin. Ja hoor. Dit is wel wat ik wil. En dan wil ik eigenlijk ook wel... Nee, de scherpte ga ik nog niet doen. Want als ik de scherpte nu doe, dan komen deze takjes niet scherp in beeld. En die wil ik er ook scherp in hebben. Dat ga ik zo met het masker doen. Dus ik sluit dit nu af. Want ik wil communiceren dat ik juist die takjes zo mooi vind. Dus ik ben op zich blij met dit beeld. Ik denk dat ik dit goed gecommuniceerd heb. Ik ben nu klaar met mijn filters. Ik heb dat allemaal gedaan. Het enige wat ik nog wil communiceren is de scherpte, zeg maar. Dan laat ik zien dat ik dat, ja, heel fijntjes en belangrijk vind. Dus ik ga naar details. En ik ga verscherpen. En dat doe ik tot en met 80, denk ik. Ja, ISO 100 kan ik wel tot 80 verscherpen. Dan ga ik er een masker overheen doen. Druk even op de Alt-toets. Zie je, dan gaan de takjes wel mee. Er zitten aardig wat sensorvlekken in, zoals u kunt zien. Maar goed, het valt gelukkig niet zo op. En dan ben ik in principe wel redelijk klaar. Er zijn nogal wat dingetjes die ik zou willen doen. Maar ik hoop dat het duidelijk is dat het hoe van de filters en de sliders, dat vooral een emotionele zaak is. Dus je begint met je lenscorrecties, zodat de foto, zeg maar, netjes glad gestreken is en dat de vignetten eruit zijn. Dan ga je kijken naar je kleurtemperatuur. Die stel je eerst goed af. En dan ga je kijken, wil ik juist wat meer warmte erin? Of wat meer, wil ik wat meer
ja, koelte, ik weet niet, de kilte, zeg maar, erin krijgen. Dus dan ga je wat meer naar de blauwe kant toe. Hè, qua belichting ga ik ervan uit dat die goed staat. Ik zit er eigenlijk zelden aan, moet ik zeggen. Hooglichten eruit, schaduwen opvoeren. Deze twee goed stellen en dan kijken of dat het resultaat is wat je wilt. En als de foto dan perfect is, dan ben je klaar. Maar zeg je, goh, ik wil toch dat dit er wat meer uitspringt. Of net als in die andere foto, dat je zegt, die boom moet nog wat meer doen. Dan kun je met filtertjes gaan werken en kun je lokaal aanpassingen gaan doen. Dus eigenlijk lokaal communiceren. Dus ik hoop dat ik op deze manier een beetje een andere blik heb gegeven op het gebruik van Lightroom. Lightroom is een communicatiemiddel. Probeer er zomaar eens over na te denken, iedereen. En misschien dat je wel op een andere manier naar je foto's gaat kijken, op een andere manier dingen gaat bewerken. Misschien ook niet. Ik vond het een hele leuke vraag, Jan. Ook een hele lastige. Ik vond het lastig om uit te leggen. Zoals gezegd, ik heb een aantal proeffilmpjes moeten maken voordat ik het tot deze heb geschopt. Want ik denk dat deze erop komt te staan. Ik dank jullie voor je aandacht. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Laat ze gewoon onderaan de video achter. Of stuur mij anders een mailtje. Ik heb een nieuw e-mailadres. info@mikesluitertijd.nl. Ik dank u voor uw aandacht en graag tot de volgende keer.